Dames en heren, welkom terug bij de ESL Benelux Rocket League Qualifiers. Mijn naam is Timo Maartens, de Legend Frot van Attic Adventure. Ik zit naast René Bauma, oftewel face van de Rocket League community. En wij gaan zo meteen kijken naar MCON tegen Pauzy. René, wil jij even voor mij de line-ups doornemen van beide teams? Klopt, op MCON zal Cookie spelen samen met Terra en samen met Kenny Meister. Jullie zien dat Terra daar staat, maar Koen zal spelen, want Terra kan vanavond niet spelen. Zullen spelen tegen Mike Boy Nusk en de meest originele naam die ertussen zit, Tepeltrekkertje. Tepeltrekkertje, oud vertrouwd. Klopt. Zou jij nog een prediction kunnen doen? Of wie denk je dat dit gaat pakken? Ik denk dat MCON dit 3-0 gaat winnen. Misschien ja, 3-1. Ik zeg 3-1. MCON vorige week 3-2 verloren van de Diffuse Kids. Ze hebben die wedstrijd heel goed gespeeld. Ze kwamen op een 2-0 voorsprong nog. Koens die nog in de verlenging het winnende doelpunt maakte. Kwamen ze 3 keer op matchpoint. Maar Diffuse Kids was toch te sterk. Sorry dames en heren. Was uiteindelijk toch nog te sterk en won die wedstrijd met 3-2. Nou ja, dan spelen ze tegen misschien wel het beste team van deze ESL Qualifier Series. Klopt. En helaas, MCON had meer verdiend, maar het zat er niet in. En ik denk dat ze na 2 nederlagen deze wedstrijd alles gaan geven. En de overwinning mee naar huis boeken. En ik denk dat MCON zich wil revancheren. En dat ze dat vanavond ook gaan doen tegen Pauzy. Ja, zullen we dan daar maar naar gaan kijken? Ik ben benieuwd hoe deze twee teams het zullen gaan oppakken. We hebben wat problemen met het joinen van de lobby. Maar dat zal nu helemaal goed gaan komen. Geef ons een paar seconden. En dan zal dat goed komen. De teams zijn nu aan het joinen. En dan beginnen we in enkele seconden. Jazeker. De Kenny Meister. Hij Kenny is natuurlijk Meister is weer ook terug. Weer terug. Hè? De Kenny Meister. Altijd een neusje voor het goal. Ik ben benieuwd of hij dit keer weer MCON in zijn rugzak kan stoppen en mee kan nemen. Zien dat de kicker wordt gedaan. Tepeltrekkertje gaat op voor de bal. Maar Koen is er net iets eerder bij. Mikeboy kan een mooi defender. Cookie zal hier de bal weer terugcenteren waar Kenny voor op gaat. Maar Kenny kan er net niet bij. Zeker, bal wordt weer ingebracht door Koens. Gaat de bal achteraan. Kan die bal voorgeven. Helaas mist hij net de voorzet. Maar hij herstelt zich goed. Geeft een goede paas op Cookie. Eigenlijk Tepeltrekkertje verdedigd. En de Kenny Meister komt daar overheen. De Kenny Meister gaat voor de bal. Kenny Meister vind ik zo'n goede aanvallende speler in deze Rocket League ESL-series. Ja, Kenny is wat meer de solid speler van MCON. Hij zal er waarschijnlijk bijna altijd staan. Oh. Hij zal altijd de bal hitten. Miscommunicatie daar. Miscommunicatie. Bij Pauzy. Mike Boy, Tepeltrekkertje en Nus knollen allebei op die bal. Ze wisten niet wie die bal ging, dus ze wachten een klein beetje af. De bal wordt ingebracht. Het is nu MCON onder druk. Maar Kenny Meister, goede bal. Hij kan er nu vandoor gaan. Hij gaat er ook voorbij, want hij ontspeelt Mike Boy en Cookie met een paas terug. Lukt helaas niet. Goede blok. Kan er nu vandoor gaan richting het goal van Pauzy. Maar MCON met de Kenny Meister. Koen zal hier de 50-50 proberen te halen. Bal wordt naar het backboard gemeten. Het is een gevaarlijke aanval. Jammer genoeg is er niemand van Pauzy om erbij te komen. Kenny gaat op voor deze bal om naar de zijkant te clearen. Cookie staat klaar om te ontvangen. Maar jammer genoeg backflipt hij. Waardoor hij de bal niet bij kan halen. Een bump tussen Kenny en Nusk. Waardoor Koen deze bal naar voren kan gaan spelen. Wordt niet goed verdedigd. Mikeboy kan er toch nog wel bij. En Kenny zal deze bal proberen te pakken. En mist hem jammer genoeg. Ja, dus dan is Mikeboy weg. Maar die kan de voorzet niet meer genoeg kracht geven. En hij wordt hier gedemolished. Tepeltrekkertje. Kan de bal achteraan. Gaat Tepeltrekkertje voor het schot? Nee, Koens met een goede blok. Nu kan Cookie uitverdedigen. Cookie gaat zeker uitverdedigen. De bal wordt ingebracht bij Pauzy met Nusk. Nusk haalt de bal weg, maar niet met genoeg kracht. Koens met het schot. Tepeltrekkertje goed gekeept door de Kenny Meister nu in de aanval. Brengt die bal omhoog. Mikeboy met het schot. Kan die bal aardig schieten. Het schot mist aardig wat kracht. Want die bal zou hij eventueel omhoog voor zichzelf kunnen wippen. Maar dat doet hij niet. Hier is Kenny Meister weer. Tepeltrekkertje en Mikeboy staan daar in de verdedigende rotatie voor Pauzy. Nusk mist de bal. Tepeltrekkertje mist de bal. En dan kan MCON weer switchen naar de aanval. Hier is Koens. Bal wordt ingebracht. Cookie kan de paas daar geven. Mist ook. En Nusk. Maar Cookie herstelt zich met een goede blok. En daar is de bal. De Kenny Meister met het schot. Nee. Lat. Koens. Met de bal. Heerlijk wippertje. Hier is de Kenny Meister. Goede voorzet en play bij Koens hoor. Zulke voorzetten heb je graag, of niet René? Iets hoger, iets harder waarschijnlijk. Hij was iets te dicht op het goal. Je gooit hem liever via het backboard. Maar het was wel netjes slaan. Ja, uit de situatie waar Koen zich zat, had hij wel het beste eruit gehaald.
En daar is de Kenny Meister. Hij kan schieten. Nee, tepeltrekkertje zit bij die bal. Het zit nog altijd 0-0. Hebben ook nog echt weinig 100% kansen gezien. Maar hier is Nusk en de Kenny Meister met de blok. Tot nu toe heeft Emcom wel de betere kans gehad. Maar je ziet dat Pauw hier steeds beter inkomt. Je ziet tenminste hier altijd backboard defense voor elkaar zitten. Waardoor Koens mooi naar de zijkant kan spelen. Heerlijke backboard defense. Heerlijk. Hier is Nusk. Dus kan die bal brengen. Kan Pauzi op 1-0 voorkomen. Nee, tepeltrekkertje. Een goede blok door Koens. Hij zit er aardig goed tussen. En dat is cruciaal. Het staat nog altijd 0-0 met 1 minuut en 43 seconden op de klok. Emcon op zoek naar het eerste doelpunt. En Nusk natuurlijk. Oh, Cookie mist de bal daar volledig. En Nusk kan de bal weer inbrengen. Bal wordt ingebracht. Dat was wel leuk om te zien. Je zag dat Cookie gebumpt werd. Maar toch probeerde na de bump nog steeds door te gaan om die bal erin te kunnen schieten. Jammer genoeg kon hij er net niet bij. Want als hij die bal had gehit en in het goal had gezien, hadden jullie een mooie replay kunnen zien. Mike Boy, tepeltrekkertje. Mike Boy gaat er langs, Kenny Meister. Via de muur wordt hij verdedigd. Cookie verlengt de bal, tepeltrekkertje valt op, hoge bal. Via de backboard, de bal kan niet verdedigd worden. Oeh, dat was close one. Dat was heel erg close. Hier is Nusk, die raakt die bal 3 keer in een aanraking. De bal werd weer omhoog gebracht, goeie voorzet. Nee, Kenny Meister staat daar. Nusk komt daar nog razendsnel aan, waardoor hij de bal kan voorgeven. Maar de bal is iets snel om binnengetikt te worden, tepeltrekkertje. Bal is lang omhoog, Kenny Meister verdedigt. Dat kan die ook, die Kenny Meister. Hij is allround zo goed. Hier is Koens. Kan hij de voorzet geven? Nee, Mike Boy verdedigt. En hier is Cookie. Cookie raakt die bal. Lijkt het verkeerd, want tepeltrekkertje kan nu schieten. Of wordt Nusk? Nee, tepeltrekkertje met het schot. En daar is de Kenny Meister met de redding. Daarna zag je dat als Pauzi nu een goal kan scoren. Hè? Het is nu 30 seconden op de klok. Dan zijn ze er bijna. Het is nu bijna golden goal territory. 1 goal is bijna gelijk aan de winst. Want in 30 seconden vallen niet zo vaak heel veel goals. Tepeltrekkertje wil daar die dribbel inzetten, maar dat lukt niet. En het ziet er naar uit dat beide teams nog niet echt op gang zijn gekomen. Hier is Cookie. Die mist de bal. Die mist de bal. Nu is Mike Boy. Die kan die bal schieten, maar het schot. Oh, tepeltrekkertje mist hem op een haar. Koens. Dat had Koen kunnen hebben. Ja. Goh, dat was netjes. Hij deed een defense ook heel mooi. Je zag dat Kenny Meister eventjes wachten. Had ook kunnen gaan, maar durfde. Tepeltrekkertje, gaat die bal in? Nee! Sorry voor de interrupt. Nou, dat geeft niet. Het was een hartstikke spannend moment. Het was goed om erbij te zeggen. Het was heel mooi geweest als Koens dat voor elkaar kreeg, maar kon net niet bij de bal. En daar was een mooie counterattack van Pauzi die er ook nog bijna in ging. En dan gaan we in die eerste wedstrijd na verlenging toe. Het staat nog altijd 0-0. Wie wordt het eerste team die het doelpunt gaat scoren en op 1-0 komt in deze serie tussen Emcon en Pauzi? Bal gaat via de backboard omhoog en Koens en Kenny Meister missen de bal allebei. Wow. Maar het wordt goed hersteld door de Kenny Meister. Emcon moet misschien een beetje wakker worden, want ze missen wat scherpte. En de bal gaat omhoog. Hier is Cookie. Nee, kan die bal niet binnen tikken. Pauzi, alle drie in goede defense. Mike Boy en Nusk gaan beide achter de bal aan. En oh, daar is, ja, daar is Kenny Meister. En tepeltrekkertje met een schitterende redding. Het was een goed schot hoor van de Kenny Meister. Koens brengt de bal in. Kan Kenny Meister die bal terugpassen? Nee, dat kan niet. En hier is dan Cookie. Bal wordt geblokt door Mike Boy. Bal valt naar voren en Kenny Meister die staat ijzersterk te verdedigen hoor, Kenny Meister. Klopt, Cookie, Koens miste die bal net, waardoor hij niet bij komt. Komt weer het schot van Koens. Nusk had heel weinig boost over, waardoor hij nog net daar gaat hij dan, Cookie! Nee. Oh, Cookie had hij echt beter kunnen schieten. Waarschijnlijk stond hij iets te ver vandaan. Bal wordt geblokt, Koens. Nee, ook niet. Bal bevindt zich een beetje op het middenveld. En hier is Cookie. Kan hij de bal weggaan? Waar komt die teamplay dan? We wachten op die schitterende teamplay. En Cookie heeft geen boost en moet jammer genoeg terug. Hij had gehoopt dat Kenny hem kon pasen. Maar ja, Kenny als je geen boost hebt, kom je er niet. Kenny Meister houdt 2 mensen bezig. Kenny Meister met de voorzet. Kenny Meister, nee, mist vaart. Koens zit er half tussen. Nusk kan nu weggaan. Kan hij daar een goede voorzet geven? Cookie heeft die natuurlijk. Bal wordt omhoog getikt. Mike Boy kon hem eventueel halen, maar besluit om terug te gaan naar de defense voor Pauzi. Hij wil geen risico's nemen daar, Mike Boy. Daar brengt hij de bal overigens wel in. En Kenny Meister verdedigt. Cookie staat nu op goal. Koens staat bij de tweede paal. Cookie kan dan gaan redden. Mike Boy, maar de bal wordt over hem heen getikt door tepeltikkertje. En de bal gaat op goal, maar Nusk met de redding. En we zitten overigens al 2 minuten in deze verlenging. En we hebben nog steeds geen doelpunt gezien, René. Nee, dat klopt. Dat is alle twee zijn ze nu een beetje bang. Zo van, weet je wat? Okay. Het is 1 goal wind. Waarom spelen we niet een beetje meer defensief, zodat hij tenminste niet aan onze kant valt? En uiteindelijk zal een keer een defense van de 2 breken.
Maar dat kan zo nog wel eventjes duren. Ik zie ook wel dat beide teams geen onnodige risico's nemen op dit moment. Je zag hier wel dat Nusk net een risico nam om voor de demolish te gaan in de defense van Emcon. Als het uitpakt heb je eentje weg. Pakt niet uit, ben je zelf Kenny Meister! Kenny Meister met de 1-0 voor Emcon. Daar is hij weer. Je ziet hem hier een paas van Koen komen die niet heel erg goed is. Maar Kenny kan hier nog profijt mee maken en net nog die hoek halen in hoek. Waardoor hij net niet gesaved kan worden door Pauzi. Een 1-0 voorsprong voor Emcon. En uit deze match had het alle twee kanten kunnen opvallen. Zeker zwaar. Weinig risico's werden genomen. En ja, de Kenny Meister. Die scoort aan de winnende. Schitterende assist van Koen Emcon. Uiteindelijk de sterkste. En misschien wel de meest volwassen ploeg in deze verlenging. Als je kijkt naar het aantal saves dat Kenny wel niet gemaakt heeft. Hij heeft 6 saves gemaakt. 6 saves. Dat is een aardig aantal saves. Als Kenny dat niet had gedaan, dan was het sowieso een goal geweest voor Pauzi. Ook de aantal schoten van Pauzi, 11 tegenover de 5 schoten van Emcon. Pauzi heeft net hetzelfde probleem wat Jimmy Disruption had in de andere games tegen Toxic Falcons. Ze missen te veel. Ze schieten ze wel op goal, maar ze gaan er niet in. Ze moeten proberen wat creatiever te zijn in hun manier van aanval. Niet gewoon alles letterlijk op dat goal schieten, maar schiet hem op de backboard. Schiet hem links van het goal, schiet hem rechts van de goal. Doe een paas, want op deze manier gaan ze gewoon niet de goals maken die ze willen hebben. Ja, en die Kenny Meister, die blijft me verbazen. Elke wedstrijd staat hier toch weer. Zowel verdedigend als aanvallend. Ja, klopt. Hij was het verdedigend front en maakt toch nog die 1-0 die het allerbelangrijkste is. Hij is overal. Kenny is een zeer goede Nederlandse speler. Waarschijnlijk een van de top Nederlandse spelers die er is die niet in RLCS speelt. Kenny boy. Kenny boy. We zullen nu door naar de tweede match. Ja. Kom maar op. We hebben net een hele close match gezien. Emcon gaat er vandoor met de 1-0 zegen. Het is een best of 5 series. De eerste team met 3 wins. Die wint deze partij. Emcon staat op 2 verliespartijen. En Pauzi, weet je dat? Die staat als het goed is 1-1. Staan 1-1, ja. Okay. Ze staan 1-1. Emcon, als die nog een kans willen maken op de land, dan zouden ze deze moeten gaan, om top 4 in de finals te kunnen komen, zouden ze dit moeten gaan winnen. Als ze dat niet doen, dan liggen ze al bijna uit de race. Dit is voor hun dus een hele belangrijke match. Oh, wat een heerlijke demolish was dat zeg. Hier is Koens met de verdediger. Mike Boy zit ertussen. Wil de achtervolging ingaan. Cookie brengt de bal binnen. Daar een stapeltrekkertje. Dan gaat die bal omhoog. Hij gaat er zelf achteraan, maar hij mist hem. En hier is Kenny Meister. Die heeft open goal. Kenny Meister! Oh, nou, open goal was het nou net weer niet, want er stond wel in. Maar hij deed het wel heel erg netjes. Hier ondersteboven bal verder tikken. Er achteraan gaan. En alsnog weer ondersteboven met een 100 km per uur. En er alsnog erin tikken. Nou, zo'n hard schot krijg je niet altijd, alleen als je hem echt perfect raakt. Was netjes gedaan. Ja, en je ziet dat iedereen een mooie banner heeft gekregen bij de nieuwe update. Klopt, vind je dat een goede toevoeging, de banners? Het is steeds meer customization wat de persoonlijk probeert toe te voegen aan de game. Ja. En de banner was... wacht eens even. Hou eens op over die banners. We zien hier dat Cookie weer een hartstikke mooie goal maakt. Die flauwekul over die banners ook. Bal wordt in het midden gezet. Koen mist de bal. Mikeboy gaat vanuit dat Koen hem hit. En uiteindelijk krijgt Cookie daardoor het schot. Soms zijn misses heel erg belangrijk, zoals die van Koen, waardoor je een goal kunt krijgen. Omdat de enemy ervan uitgaat dat je hem gaat hitten. Zekers. Bijna alles is ingecalculeerd op het hoge niveau. En Emcon zit op een 2-0 voorsprong. Verrassend? Niet in mijn ogen. Niet verrassend. Alleen de vorige game was verrassend dat Pauzi het zo lang volhield en niet een goal kon scoren. We zullen deze serie misschien iets meer een dominant Emcon zien. En kijken of Pauzi weer het aantal kansen kan creëren, maar dit keer met wat meer schoten. Zeker, Koens, goede actie. Wil die voorzet weer geven. Bal gaat richting het goal van Emcon. Kenny Meister, goede paas. Cookie. Mikeboy mist hem. Nusk mist hem ook. Cookie kan dan weggaan. Goed, wordt aan de kant geduwd door Mikeboy. En Cookie kan de voorzet geven. Geeft de voorzet ook. Daar is Koens. Tikt hem niet, maar Kenny Meister komt daar. En nee. Nusk haalt die bal net van de lijn. Goede paas ook direct op Mikeboy. Bal komt terug. Koens kan uitverdedigen. Cookie kan uitverdedigen. Het is Cookie die nu uitverdedigt. Tepeltrekkertje brengt die bal naar voren. Het schot. En de Kenny Meister weer met een redding, jongen. Die man zit weer te verdedigen. Hier is Cookie. Goede bal. Kenny Meister kan die bal redirecten. Ja, leuk. Tepeltrekkertje met de aanval. Koens gaat hij voor die bal. Ja, die gaat zeker die challenge aan. En Mikeboy verdedigt uit. Cookie dan nog een keer. Bal wordt weer ingebracht. Kenny Meister. Ja, die staat op eigen helft. Die kan daar niet bij komen. Koens was ook al teruggereden voor de rotatie na het eigen goal. Hier is Cookie. Brengt hij de bal weer naar voren. Ja, Nusk via de wallshot. Goede wallshot. Wordt uitverdedigd. Nu zijn ze er razendsnel uit. Maar Kenny Meister zit daar weer tussen. Gaat hij die challenge aan? Ja, die gaat die challenge aan. Wordt gewonnen door tepeltrekkertje. Hier is Mikeboy met het schot. En daar is Koens. Kan die bal opvangen. Goede controle. Een bal gaat daar weg. Tepeltrekkertje met het schot. Wordt niet helemaal goed geraakt. Bal gaat naar links. En hier is
Cookie dan weer. Het staat nog altijd 2-0 in het voordeel van M-Con, René. Als M-Con dit zo doorzet, een hele solid defense, ze contesten bijna elke bal, komen weinig schoten door van Pausi, dan zal het waarschijnlijk niet zoveel meer gaan veranderen deze match. Hier zie je Koen met een hele mooie paas naar het midden, waar jammer genoeg niemand van M-Con voor klaar stond. Cookie. Maar Pausi zal moeten kijken hoe ze de defense van M-Con Koons beter kunnen gaan breken, want als Koons het zo doorgaat... Koens! Oeh. Oh, heerlijke actie was dat. Dat had Koen hem er al bijna in, dat scheelde niet veel. Ja. Ik vind Koens een hele goede allround speler, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Koen heeft zijn hele sterke punten. Hij is niet voor niets een sub. Het zorgt ervoor, een sub is iemand die moet in kunnen vallen wanneer het main team niet kan spelen. En als sub moet je dan de plek kunnen in gaan nemen die dus weg is. Hier is tepeltrekkertje. Mike Boy, tepeltrekkertje kan daar niet aankomen. En dan kan Cookie hier wel uitkomen. Goals leeg, nu kan de redding maken. Maakt die redding ook. Op sublieme wijze, dames en heren. Hier is Kenny Meister, kan de bal weer ingooien. Cookie verlengt die bal. Kenny Meister mist hem net. Bal wordt goed verdedigd door Nusk. Die de bal nu ook weer goed inbrengt met goede baas op Markboy. Maar de Kenny Meister zit daar, zoals bijna altijd, tussen. Verdedigend aanvallend. Daar is Nusk, verdedigend aanvallend. En op het middenveld zit Kenny Meister daar vaak tussen. Waardoor hij de aanvalsmogelijkheden van Pausi onderbreekt, René. Dat klopt. Hier zien we weer een schot van Koen. De aanval van Pausi is niet erg terug te vinden als we kijken naar het vorige match hoeveel schoten ze hier hadden. Ze zitten vooral in defense. Dat komt omdat M-Con er constant bij zit. Dat ze geen ruimte geven in hun aanval. En elke bal proberen te challengen. Koens, goede paas. Nusk zit daar tussen en kan Pausi dan nog wat terug doen. 2-1, de aansluitingstreffer. Kunnen ze die vinden? Nee, Nusk komt daar helaas niet aan. Mikeboy kan die bal wel uitgooien. Cookie zit daar tussen en daar is de Kenny Meister weer met de redding. Bal wordt ingebracht. Goeie blok door tepeltrekkertje. Nusk gaat die challenge aan. Koens gaat die challenge zeker ook aan. Wordt gewonnen uiteindelijk door Koens. Mikeboy. Oh, Cookie zit daar volledig naast. Ja, Cookie had waarschijnlijk een andere bounce gepredict. En kon daar dan net niet bij. En nu is M-Con wel een beetje zonder boost allemaal. Dit zou een goede moeten kans zijn voor Pausi. Maar ze kunnen er weer niet uitkomen. Nee, en daar is Cookie. Hij pakt die boost mee. Dus dan kan hij voor het schot gaan. Hij gaat voor het schot. Goeie blok door Nus. Kenny Meister kan hij de bal ingooien. 30 seconden te gaan. Denk ik dat M-Con dit niet meer weg gaat geven. René, hier is tepeltrekkertje. Nee, wil die schiet of wil die voorzet geven? Ik denk dat het een schot was. Lukt helaas niet. Raakt die bal verkeerd. En zo ziet het ernaar uit dat ook M-Con deze tweede wedstrijd gaat winnen van Pausi. Pausi zou nog wel hele gekke dingen moeten gaan doen. En nu gelijk een kans moeten creëren om het te gaan doen. Zo te zien gaat het niet die kant op worden. M-Con heeft deze match heel slim gespeeld. Een paar goals scoren. Heel goed staan in defense. Ja. En geen gekke dingen gaan doen. Zeker niet. Laatste seconde. Bal komt op de grond. My boy Cookie met een redding hoor. Heerlijk. En Kenny Meister laat die bal gaan. M-Con wint 2-0 van Pausi. Ja, hartstikke netjes gedaan door M-Con. En zelfs die laatste 7 nog één laten zien van jongens, jullie gaan deze defense, deze match niet breken. En volgende match ook niet weer. Je ziet dat het schoten van M-Con gestegen zijn naar een totaal van 8. En dat Pausi er nog nu maar 5 heeft. M-Con heeft meer challenges aangegaan op het middenveld, waardoor ze minder kansen kregen. En heeft de saves erin gezet die nodig waren. Pausi moet het anders gaan aanpakken. Als Pausi dit nog wil gaan winnen, dan moeten ze gaan kijken hoe gaan we die defense gaan breken. Wat vooral betekent hoe gaan we Kenny Meister breken. Ja, hoe gaan we Kenny Meister uitschakelen? Dat is toch wel... Ik denk dat het heel lastig zal worden om Kenny dus uit die defense te houden. Ze zullen heel slim moeten zijn. Ze zullen waarschijnlijk iets meer passes aan elkaar moeten geven van uit de achterkant naar het middenveld. Als je die passes pakt, is het heel lastig voor een defender om daar tussen te zitten, omdat het maar een kleine afstand is en je daar normaal gesproken niet staat als defender, sta je meestal achterin en niet op het middenveld. Als je die passes gaat opzoeken en Pausi kan er dat mee, denk ik dat ze meer kansen gaan creëren. Maar zolang ze alles op het backboard gaan smijten, alles proberen op goal te gaan schieten in één keertje, denk ik niet dat er nog een goal gaat vallen voor Pausi. Nee, want de rotatie van M-Con staat op dit moment ijzer en ijzersterk. Ze laten niks door en zo. Zoals je net zag in die laatste seconde, ze maken nog even die redding. En dat is natuurlijk ook wel mentaal voor de tegenstander dat zo'n bar weer niet ingaat op dat moment. Klopt. Dan gaan de kopjes misschien een beetje hangen. Ik denk dat deze jongens hun kopje nog niet laten hangen. Er is nog steeds een kans dat ze dit gaan pakken. En ik denk dat ze daar zich volledig daarop in gaan zetten. We zullen het nu gaan zien. De teller is af. De kick-off begint. En kijken hoe deze match gaat verlopen. Zeker. M-Con komt op een matchpoint en kan deze series van de tweede wedstrijd 3-0 gaan winnen. Hier is Koens. Koens met de solo. Dames en heren. Koen met een heerlijke dribbel. Je ziet dat hij hem aanneemt nadat hij op de grond komt. Laat even zien van jongens, zal ik naar links gaan? Nee. Hij faked de eerste en dribbelt de tweede. Koen, heerlijk gedaan man. Zo hoor je een goal te maken. Echt heerlijke solo actie van Koens. En ja,
all around is hij zo goed. En dat laat hij maar weer eens zien. Hij is van waarde voor het team van Emcon. Hier verdedigt hij die bal ook weer. Hij kon scoren, by the way. Hier een stapeltrekkertje. Kan de bal meenemen. Nus, Cookie kan die bal verlengen. Goeie paas op Kenny Meister. Kenny Meister met de voorzet. Wil die voorzet geven via het backboard. Wordt goed geblokt door Mike Boy. En Koens gooit die bal weer in. Hij is daar weer. Koens kan die de voorzet ook gaan geven. Nee, want Mike Boy leest de bal goed. Wordt weggehaald. Maar daar is Kenny Meister alweer. Kenny Meister brengt de bal binnen via de backboard. Kan hij voor die rebound gaan? Ja, hij gaat voor die rebound nog een keer op de lat. Tepeltrekker verdedigt uit. En Emcon drukt nu alweer. Oh. Dat was niet zo'n slimme keuze van Kenny. Kenny had als het goed is door dat de drie mensen van Pauzy opgingen. En hij besloot om die bal te gaan schieten. Dat is dan niet het verstandigste, want er stond gewoon één in het midden verwacht op goal. Als hij die had gepaast, was het nu 2-0 geweest. Oh, leeg! Of het is alsnog 2-0 als Koen weer zo'n angle erin schiet vanaf de buitenkant. Heerlijke paas van Kenny richting Koen. Koen ziet hem aankomen en schiet hem net over Nusk. Heerlijk het hoekje. Tepeltrekkertje dacht dat hij meer tijd had. Dacht dat hij nog even een boost kon pakken. Maar daar had hij geen tijd meer voor en dan kwam hij iets te laat achter. Ja, en dan staat Emcon nu met 2-0 voor. Twee keer Koens. Net de man van de assist. Nu de man van twee goals. En vorige week de man van het winnende doelpunt in de verlenging. Hier is tepeltrekkertje. Goede defense. Cookie kan de bal inbrengen. Ja hoor, McCon is op dit moment Pauzy een beetje aan het vernietigen. Met de pressie die ze spelen. Kan Pauzy eruit komen via Mike Boy. Goede dribbel van Mike Boy. En daar is Cookie weer. Nee, die ballen gaan er niet in vandaag bij Emcon. Nee, je ziet dat Pauzy zo net de defender probeerde te beuken. Kenny kon daardoor niet bij de bal. Misschien de tactiek die ze moet gaan doen. Kenny, Koens. Mike Boy met de verdedigende acties. Bal blijft een beetje laag. Misvaart in de verdedigende acties. Zo kan Emcon Pauzy weer onder druk zetten. Hier zijn ze wel weg. Maar de bal wordt opgevangen door Koens. Kan Koens die paas geven? Ja, Kenny Meister, goede combinatie. Kan Koens die voorzet geven? Nee, Kenny Meister gaat er zelf voor. Maar hij laat hem gaan en daar is Cookie. Oh, heerlijk. Je ziet dat Koen hier nog steeds de bal kan volgen. Niemand van Nusk, van Pauzy zette hier druk op. Kenny komt zelf weer naar zijn zelfpaas en vervolgens missen we door Cookie winkels niet. Pauzy moet meer druk op die bal zetten. Als je zoveel vrijheid geeft aan deze jongens, dan zetten ze hem voor. Dan schieten ze hem erin. Ze moeten die druk erop houden. En ik denk ook, wat bijna succesvol was hiervoor, ze moeten Kenny gaan beuken. Als ze Kenny gaan bumpen, denk ik dat het een close match zou kunnen worden. Even die Kenny, anders gaat hij schieten op goal. Geeft de voorzet. En Cookie kan de bal verlengen. Kijk, daar komt Kenny Meister alweer. Hij komt invliegend, maar Nusk wint de challenge. Cookie brengt de bal naar voren via de paddaars. Kenny Meister kan die bal intikken. En de Kenny Meister. Weer, de bal wordt weer tegen de backboard aangegooid. Iemand Nusk heeft hier niet de beste touch. Tepeltrekkertje is te laat en gaat voor een challenge waar hij niet bij kan. En Kenny haalt nog netjes die hoek en schiet hem er vervolgens in. Pauzy moeten hun defense echt gaan opschonen. Want als het zo doorgaat, denk ik niet dat het bij 4 blijft. Nee, ik denk dat we richting de 8 gaan. Hier is Koens alweer. Ik denk dat Pauzy ook de kopjes heeft blijven hangen. En dan moet je nog 2 minuten en 44 seconden spelen. En dat is natuurlijk wel even zwaar om die wedstrijd uit te spelen. Want je wil niet al te veel goals tegenkrijgen, maar... Ja, als je dan op dit moment zo vernietigd wordt, dan wordt het alleen maar moeilijker. En die secondes en minuten worden alleen maar langer en langer. Hier is Cookie, brengt die bal goed mee. Wil voor de wall dribble gaan, lukt niet. Koens vangt goed op. Koens dan voor de dribble. Gaat hij de bal gooien? Hij gaat naar de muur toe. Mist die bal, jammer genoeg. Maar hier is Kenny Meister. Kenny Meister met het schot. Tepeltrekkertje, goede redding. Daar was dat schot weer. Hè. Elk schot van Kenny Meister gaat op goal. En hier is Koens, nee. Elk schot gaat op goal, het is zo gevaarlijk. Het is zo gevaarlijk. Emcon houdt de bal voorin. De defense van Pauzy staat niet goed. Daar is hij weer, ze gaan meestal met z'n allen voor dezelfde bal. En je ziet hier in de hoek nog voor de voorzet. Zien met z'n tweeën heen rijden. Nou ja, dan staat er niemand goed om deze bal te pakken. Mooie voorzet. Kenny staat klaar en wordt erin geschoten. Pauzy moet stoppen met te committen op dezelfde bal. Ook al gaan ze er niet helemaal 100% voor. Ze gaan wel in dezelfde positie staan. En daarom mis je dan eentje die die backboard clear had moeten hebben. 5-0, Pogchamp. Het is al 5-0 en ik denk niet dat hij bij blijft. Ik denk dat Emcon denkt van, weet je wat jongens, we gaan eens kijken hoeveel we er nog in kunnen krijgen. Als je op matchpoint staat, het staat 5-0. Ja, ze hebben deze wedstrijd binnen. Zo gaat Emcon hun eerste win van deze series halen in de ESL Benelux. Dan komen ze op 2-1 te staan. De inslagrace kan nog gemaakt worden. De inhaalrace van Emcon is er nog steeds. Ze hebben het een beetje moeilijk gehad tegen, in het begin. Ze moesten tegen Causing Panic en The Fuse Kids. Dat waarschijnlijk top 4 teams zijn. Als je dat verliest is geen schande. Maar je moet ze winnen als je de top 4 wilt gaan halen. En ze gaan vanaf nu proberen elke match te winnen. Bal naar voren. Heerlijk gedaan. Via de wall. Goeie wall shot, Kenny Meister. Goeie paas naar Cookie. Cookie kan die bal inbrengen. Gaat via de paal naast. Mike Boy verdedigt hem. Kan daar aankomen. Nee hoor, wat...
Emcon staat daar prima tussen via Koens. Hier is Cookie met de dribbel. Met de dribbel gaat hij de bal er overheen wippen. Ja, dat gaat hij zeker doen. Helaas staat niemand daar om die paas op te volgen. Maar Kenny Meister staat op het middenveld daar te wachten tot die bal weer wordt ingebracht. En zo kan hij uitverdedigen en weer de aanval inzetten voor Emcon. Kenny Meister via de bal. En daar is Cookie goed verdedigd door Tepeltrekkertje die er nog tussen zitten. En kan Pausie dan nog een aansluitingstreffer maken voor de eer? Ah, ik hoop voor de jongens dat ze nog eventjes kunnen aansluitingstrekken, een treffer kunnen maken een voor treffer, de eer. Ja. Maar ik zie het niet echt positief in op dit moment voor ze. Ze hebben hier wel contest, ze hitten de bal wel, maar er zit geen gedachte achter. Het is geen paas naar een teammate. Ze hitten hem gewoon omdat ze moeten hitten. En niet omdat ze een gedachte achter hebben. Heerlijke tegenstelling tot Emcon die het wel doen. Kijk, die Kenny Meister even lekker beesten daar, zeg. Lekker bezig, Kenny. Hier is Koen, goede bal. Mike Boy brengt die bal weer binnen. Maar ja, Nusk ging daar voor de turbo. En Tepeltrekkertje, ja, die kwam er net aan via de middenlijn. Zo staat het aanvallend niet nog goed bij Pausie op dit moment. Staat het aanvallend niet goed bij Pausie of staat het verdedigend zo goed bij Emcon? Beide. Pausie staat aanvallend niet echt lekker bezig. Maar Emcon heeft alles door. Hit elke bal, pakt elke contest en zorgt er daardoor voor dat Pausie niet veel kan doen. Pases komen niet aan voor Pausie. Pausie hit hem maar gewoon weg in plaats van dat ze de schoten pakken. En hiermee pakt Emcon dus de 3-0, de 3-0 winst van Pausie. Wat meer dan verdiend was als je terugkijkt naar deze games. Game 1 was nog een beetje spannend. Het kon twee kanten op gaan. Klopt. Maar als je nu kijkt naar het scorebord. 12 schoten van Emcon en maar 1 schot van Pausie. Nou, dat vertelt je de laatste game. Het was een one-sided show van Emcon die alles deed wat ze wouden. Pases naar elkaar opzocht, defense gewoon naar elkaar toepaste. In de defense van Pausie kreeg Pausie geen enkele ruimte om de bal weg te klimmen. Er zat altijd wel iemand van Emcon bij. En dat was niet de Pausie die we zagen in game 1. Game 1 was Pausie een stuk beter. Hadden ze het merendeel van de schoten, maar konden ze het niet afmaken. En langzamerhand is Emcon een beetje in de serie gekomen. Zijn ze waarschijnlijk meer wat wakker geworden. En denk van, hé, we kunnen dit zo makkelijk gaan oprollen. We gaan zo spelen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. En toen je dat zag, zag je soms zelfs dubbel commits van Emcon voorin. Maar het maakte niet uit, want Pausie zat er toch niet bij. Nee, ja. Het is duidelijke taal deze wedstrijd. Emcon wint deze tweede wedstrijd van de ESL Benelux Series met een overtuigende 3-0 overwinning. Ze pakken hun eerste overwinning ook in de ESL Series. Ze staan nu op 2-1. Gefeliciteerd Emcon met deze overwinning op Pausie. Pausie staat op dit moment 1-2. En dan gaan wij dadelijk naar de derde wedstrijd van vanavond. En dat zal zijn Qbyte tegen de Fuse Kids. Qbyte is een team dat nu onderaan staat. Die hebben toch niet alles verloren. En de Fuse Kids staat bovenaan. Nou ja, als we even gaan kijken naar wat het zou kunnen worden. Ik geef het aan de Fuse Kids. De Fuse Kids is het betere team op dit moment. Denk jij dat ook? Ja, dat denk ik ook. Ik kan je zeggen dat dit wel een David versus Goliath is? Ja, op dit moment de Fuse Kids is waarschijnlijk de grootste jongen in de hele pool. En Qbyte is waarschijnlijk de kleinste jongen nu op de hele pool. Ja, zeker. Staat ook zo in de stand. Ja, klopt. Ik ben benieuwd of... Want Vovify heeft soms echt geweldige dagen en kan alles doen. Maar ik denk niet dat het vandaag zal zijn. Dus wordt het een 3-0? Ik geef het 3-0 aan de Fuse Kids. Maar ja, als jullie dat willen weten en willen zien of wat gaat gebeuren, zijn we zo meteen terug en kunnen jullie zien of de Fuse Kids het 3-0 kan pakken. Zeker zwaar. Blijf vooral zitten, dames en heren.